stilleven met bloemenvaas en dode kikvors. Jacob Marel's specialiteit was het schilderen van portretten van bloeiende tulpen. Tulpenbollen werden in de 17e eeuw fanatiek verzameld en mensen betaalden er bizarre prijzen voor. Ook in dit schilderij spelen tulpen de hoofdrol. De gevlamde tulpen met een grillige vorm waren zeer geliefd en men betaalde er grof geld voor. De vergankelijkheid, de eindigheid zeg maar, van de dingen in het leven staat ook in dit schilderij centraal. De natuur schept ze, maar laat ze ook vergaan. Kijk maar eens naar de dode kikvors rechtsonder. Jacob Marel heeft een heel album met tulpen gemaakt. 85 voorstellingen van tulpen. Zoek ze maar eens op in Rijk Studio.